Hey schattige dauwdruppeltjes van me, er is een keer wat meer ruimte hier en dat heeft een reden. Ik ga het jullie zo meteen uitleggen. Eerst even die intro, kom maar. Dus David. Ik heb namelijk een speciale gast hier op gast. Een speciale gast. Het wordt geen David Doet Show vandaag, want het is een nieuw YouTuber die gaan ontmoeten. Als je een beetje televisie kijkt, zelfs ik ken hem en ik kijk geen eens televisie, dat is Murat. En Murat, kom er nog even bij. Yo. Dat is Murat. Wie ben jij op YouTube? Begin daar eens mee. Ik ben Murat Pins op YouTube. Ik maak eigenlijk danslessen. Porno. Maar waar het om draait, jij hebt ook een stage name samen met een kameraad van jou. Klopt, dat is Elastic Double. Inderdaad. En het gaat in de live shows, hebben we natuurlijk over Hollands Got Talent. Juist. Gaat Tom voor zo aan toe. Serieus, maar was jij nou die linker of die rechter? Dat kun je nou niet antwoorden, nee. Wat een je nou te vinden. Maakt dat me niet uit, dat is Elastic Double. En het leek me even lachen om hem eventjes in mijn video's te doen. Nou, hij danst dus zoals je hebt kunnen zien. Hij had behoorlijke chance met Sylvie Meis, dat is ook niet helemaal waar. Ja, en ik kan alles. Alles. Oké. Alles. En Murat, die zegt dat hij alles kan, dus ik heb een nummer gegeven, net. Ik heb hem net laten horen voor de allereerste keer. En hij gaat er even op dansen, of dat lukt of niet. Of je staat voor lul, Murat. Thanks. Of je kan het. We zullen het zien. Ongelooflijk! What the fuck? Ja, het is freestyle, hè? Ik denk me in, maar. Jullie voelen hem natuurlijk al aankomen. Ik ga nu een heleboel vertellen over Murat Prins. Wat doet hij op YouTube? Wat kan hij? Wat voor dansstijl is het? Het heet popping. Juist. Juist. En je creëert de illusie dat je of een robot bent, of dat je dus heel liquid bent. Maar dat kan niet iedereen volgens mij, of wel? Ik denk het niet, nee. Nee. Maar, ik heb gehoord, hè, en gezien natuurlijk, bij jou ook voor de gek. En op jouw kanaal, ja, dan heb je video's waar je ook uitlegt hoe je bepaalde moves kan doen. Juist, en dan kan iedereen het wel leren. Juist, dus niet iedereen kan zo pro worden misschien als jou, maar gewoon die chickie wil scoren, Mattie, in de discotheek, je wil lekker die moves laten zien, weet je wat, ik kan niet. Dan moet je gewoon even naar zijn kanaal gaan, maar dat komt zo meteen. Wat? Dan ga je een keer van mij een tutorial krijgen, zodat je kan. Knippenkruid. Nou, mijn danscarrière zal het wel loslopen, denk ik zo. Hij vlogt ook trouwens, en die zijn supergoed. Waar vlog jij over? Eigenlijk over alles, maar voornamelijk nu over danslessen en... Ik ben nog net begonnen, ik heb eigenlijk nog niet zoveel. Maar nee, dat maakt hem niet uit. Dat komt allemaal wel. Een kans. Hij is gewoon de nummer 2 van vorig jaar van Hollands Got Talent geworden. En hij staat nou gewoon bij mij in de woonkamer, slaapkamer. Maakt niet uit. Klinkt zo raar als ik slaapkamer zeg. Woonkamer, woonkamer. Oké, Davos. Looper. Oké, Davos, allemaal leuk en aardig van mensen. Check mijn channel hieronder in de beschrijving, denk ik. Eerste linkje. Juist, eerste linkje. Staat mijn channel. Ik vlog ook. Wacht, dat doen andere channels ook. Maar je gaat van alles verwachten, ook sketches, danslessen. Dus het is niet alleen leuk om naar te kijken, maar je leert er ook nog wat van. Dus ik zou zeggen, ik zie jullie graag terug als abonnee en als je maar geen schattige duimpjes zegt. Want dan shit! Je moet zelf iets verzinnen. Ja, echt hè? Ja, dat betekent dus dat we iets voor jou moeten gaan verzinnen voor outro. Ik zeg het door deze. Ha ha ha.